Velen van jullie hebben het al gemerkt. We hebben een nieuw klasgenootje in ons midden. Welkom, Molly McGee. Zou je iets over jezelf willen zeggen? Dat wil ik zeker. Het eerste wat ik over mezelf wil zeggen is dat ik een erg... Wat doet ze allemaal? Oké. Toch niet oké. Dat ik heel graag dans. Brava! Andrea Davenport. Ik ben influencer, toekomstontwerpster en ambassadeur voor de goede naam van deze mooie school. Ik snap dat je onder de indruk bent, maar luister eens. Ik zou het een eer vinden als jij met mij op het toneel wilt staan bij de eerste bijeenkomst van het jaar. Wauw, dank je. Dat zou ik leuk vinden, Andrea. Wat gebeurt hier? Nee, het is Andrea. Maar zei ik dat dan niet? Nee, want je zei Andrea. Oh, het spijt me heel erg. Ach nee, lieverd, dat geeft niks. Het is toch je eerste dag? Zand erover. Wauw, dankjewel, Andrea. Dat is super lief van je. Oh, wacht, het was toch niet Andrea? Of, nee, wacht, wat was het ook alweer? Was het nou, wat voor klemtoon? Op de E? Of, nee, A-E-I-O, Oandra? Of was het meer een beetje als, Andrea? Of nee. Of... Misschien moet je maar snel gaan zitten, voordat je het alleen nog maar erger maakt. Oeh. Eén keer is nog te begrijpen, maar twee keer? Ze is een monster. Psst. Hey, in de brugklas zat een meisje genaamd Libby. Ze was heel blij en slim en veelbelovend. Maar op een dag zei ze niet Andrea, maar Andrea. En vanaf dat moment was zij een buitenbeentje. Voor altijd verdreven uit sociaal gewenste kringen. Waar is ze nu dan? Oh, je praat ermee. Ik ben Libby. Maar hou wel afstand. Mijn reputatie is bijna hersteld. Je ziet er weer goed uit, Andrea! Wel, ik denk dat we kunnen zeggen dat deze dag mislukt is. Wil je nu naar huis? Dan help ik je met inpakken. Niet zo snel, Scratch. Het is minder erg dan het lijkt. En ik heb nog de hele dag. Genoeg tijd voor een nieuwe vriendschap. Hoe smaakt een gebakje? Je ziet het niet aan de buitenkant. En wie je aardig zou vinden, dat lees je echt niet in de krant. Vriendschap is niet te voorspellen, maar ik zeg je nu al dit. Ik ben oké. Zij is oké. Is het niet fijn als wij straks vrienden zijn? Wil je vrienden zijn? Oh, als wij straks vrienden zijn. Het doet geen pijn. Wil je vrienden zijn? Zijn. Ik haal iets lekkers.